zijn hier vandaag om een debat te hebben. Een debat voor belanghebbenden rondom een binnenstad. En eigenlijk om met elkaar de vraag te onderzoeken, hoe komen we nou weer terug naar de verleidelijke binnenstad? We moeten bereid zijn om veranderingen te doen. Veranderen kost pijn. Voor een gemeente, voor een winkel, voor onroerend goed. En toch kijken hoe we dat gezamenlijk kunnen gaan doen. We zien natuurlijk toch dat heel veel winkeliers echt onder de armoedegrens zitten. Dat betekent dat ze kunnen wel voor hun personeel betalen, maar vanzelf na al die uren die ze erin stoppen, halen ze er geen volwaardig salaris uit. Voert u eens een gesprek met elkaar waarbij de ondernemer het initiatief heeft en aangeeft, joh, dit is wat ik nou graag veranderd zou willen zien. Of dit is wat ik denk dat een stapje zou kunnen zijn naar een meer verleidelijke binnenstad. Je moet zorgen dat de stad servicegericht is, gemakkelijk is, comfort biedt. En dan kun je met die technologische vernieuwing ontzettend veel. Hartelijk welkom bij de Store of the Future. We zijn in de Store of the Future. En daar plaatsen wij innovaties die toepasbaar zijn voor retail in de toekomst. Waarbij we met innovaties op de winkelvloer in combinatie met internet proberen te kijken naar de oplossing. We zien heel erg dat mensen ook de winkels inkomen en zich online heel goed hebben voorbereid of ingelezen hebben in een bepaald merk. Daar alles over willen weten of hele gerichte vragen stellen. Dus ja, het kan gewoon niet zonder elkaar. Je hebt echt ook die online nodig, maar ook voor evenementen met je social media, Facebook, dat soort dingen. De directe connectie met je klant, die ook direct laat weten of die het leuk vindt of niet, want dat kun je natuurlijk heel snel in reviews zien. Daar kun je ook heel erg op sturen. Wij zijn een van de mogelijkheden die je in kan zetten in winkelgebieden. We werken met augmented reality, waardoor je dus winkelgebieden virtueel kan gaan uitrusten met spannende en mooie zaken. Waardoor ook de bezoekers een beleving gaan krijgen in een binnenstad. En vanuit die beleving kan je retailers betrekken om uiteindelijk naar een conversie toe te werken. Iedereen, van winkeliers tot allerlei bedrijven, tot diensten, alles kunnen we via een app kunnen we bereiken. Dus ik geloof dat het aanbod binnen 5 jaar zo goed is dat je alles met je telefoon kan doen. Wij spelen direct in op de behoeften van de klant. En eigenlijk zijn we in 30 jaar al een start-up. We vinden onszelf constant opnieuw uit. En dat wordt ook gewaardeerd door de klant. En we doen daarin het juiste. En fysieke aanwezigheid is daarin essentieel voor ons. Om de klanten te gaan motiveren. En klanten hebben keuzes en die zitten elke zaterdagmorgen, wat gaan we doen vandaag? Gaan we naar een centrum toe of gaan we lekker naar de Efteling toe? Of gaan we hobbyen of weet ik van wat? In die motivatie moet je gaan inspelen.